Nieuwe mensen leren kennen, vrienden maken voor het leven, de vrijheid ontdekken en eindelijk iets studeren wat je leuk vindt. De studententijd is de tijd van je leven. Althans, dat wordt toch gezegd, maar is dat eigenlijk ook zo? Onderzoek toont aan dat het studentenleven niet voor iedereen één groot feest is. Zo blijkt dat maar liefst 1 op 5 studenten met depressieve gedachten kampt en dat 1 op 6 last heeft van angstklachten. 1 student op 20 heeft het afgelopen jaar zelfs aan zelfdoding gedacht. Dat zijn waanzinnige cijfers. Wij vroegen ons af hoe het is om te studeren met een psychisch probleem en gingen daarom op zoek naar getuigenissen. Tijdens onze zoektocht is het al snel duidelijk geworden dat praten over psychische problemen geen evidentie is. Toch hebben we iemand gevonden die bereid is om haar verhaal met ons te delen. Luca is 23 jaar oud en studeert oogzorg aan de Odyssee Hogeschool. Ja, action painting is toch wel mijn favoriete manier om te schilderen, omdat ik dan het perfectionisme moet loslaten. Want als je weet wat je op doek wilt zetten, dan moet dat perfect zijn en dan moet dat zijn zoals ik het in mijn hoofd heb, zoals ik het wil. En krijg daar dan stress van. Dus dit is toch wel mijn favoriete manier van schilderen. Ja. Daar haal ik het meest uit ook. Ik schilder eigenlijk nooit traag of met te veel nadenken. Of nee, ik moet doen, want anders komt mijn rationele weer boven en dan is het om zeep en dan is mijn gevoel terug weg. Mijn emotie weg in de zin van dat ik er niet meer goed bij kan. En dat ik ermee blijf zitten uiteindelijk. Dat is juist wat ik wil vermijden, waarom ik schilder eigenlijk. Ja, af en toe zijn er momenten dat ik denk van dat had ik misschien niet moeten doen. Hier heb ik toch echt wel de foute keuze gemaakt. Maar there is no way back. Dus that's life. Maar dat is natuurlijk wel een mooie leerkans voor mij om het los te laten en om ermee om te gaan. Dus, ja. Keuzes maak je nu eenmaal en moet je maken. En sommige zijn juist, andere denk je van dat had ik beter anders gedaan. No. Shit. Begin 2019 heeft Luca haar studies noodgedwongen moeten stilleggen. Ze wordt voor langere tijd opgenomen in het psychiatrisch centrum van Duffel. Soms zagen mensen wel van dat er iets was, maar ja, als iemand dan vroeg van oei, wat scheelt er? Ik wist het zelf niet. Ik kon er zelf niet op antwoorden. Ik had geen idee wat er met mij mis was. Waarom gaat het slecht? Waarom voelt je je slecht? Ik had geen aanleiding. Het hoefde voor mij ook zo niet meer. Het was echt dag in, dag uit. Mezelf door de dag sleuren. Ja, ook de paarden. Ja, dat vond ik altijd geweldig, om naar de manege te gaan. Maar daar had ik zelf zo niet meer echt de volle goestingen. Daar haalde ik niet meer zoveel plezier uit. Maar op dat moment schaamde ik mij daar ook voor. En voor mij voelde dat als niet normaal. Dus ik heb mezelf ook als wel heel blij voorgedaan. Omdat ik schrik had voor de reactie van anderen. Wat gaan anderen doen? Gaan anderen, diegenen die dan toch dicht bij mij staan, gaan die dan weggaan? Die gaan dat raar vinden? Als kind merkte ik ook al dat ik toch een beetje anders was dan de meeste andere kinderen. Omdat ik was liever alleen. Ik kon ook niet tegen al te veel prikkels. Het einde van mijn lagere school, begin van mijn middelbaar, werd ik ook wat gepest. Dat ging dan vooral over spelletjes die met mij werden gespeeld. Waarbij de opdracht was weglopen van de worst. Ik was dan zogezegd de worst. En ik mocht niemand vinden. En ik had gewoon de moed ook niet meer om dan nog aansluiting te zoeken. Waardoor ik me nog meer afzonderde en
meer op mezelf was en het vertrouwen in mensen wat verloor. Ja, in het middelbaar ben ik dan muziek beginnen studeren. Dat was eigenlijk op een school met heel weinig leerlingen. Dat was heel fijn, dat was ideaal eigenlijk. Maar de druk was wel heel groot. Waardoor ik ook schrik had dat iemand mij ging horen. Gewoon al van zodra dat ik het gevoel heb dat er ook maar iemand zou kunnen luisteren, dan kon ik al niet meer foutloos spelen. Ondanks de faalangst en haar muzikale achtergrond kiest Luca in het hoger onderwijs voor de studie oogzorg. Ik kreeg toch wel wat wiskunde, fysica en ook veel anatomie. Maar mijn kennis was heel beperkt en dat merkte ik wel. Ik kon echt niet mee zoals de rest mee kon. Daarnaast heb ik nooit te goed leren studeren. En dat maakte natuurlijk dat ik heel veel buizen had, waardoor ik mijn eerste jaar volledig opnieuw heb moeten doen. Ik ben ook meer en meer paniekaanvallen beginnen krijgen. En dat was vooral als ik onderweg was of in een ruimte was waar ik niet weg kon. En dan kreeg ik het enorm benauwd. Ik begon te zweten, koude rillingen. Ik werd misselijk. Ja, ook mij overgeven vaak. Ik had ook echt het gevoel dat ik ging doodgaan. Ik ging toen regelmatig ook naar een psycholoog. Maar ik merkte dat dat eigenlijk niet voldoende deed. En dan heeft mijn huisarts toch mij serieus ondervraagd. Ik heb daar heel lang binnen gezeten toen. En bleek dat ik eigenlijk toch al zeker meer dan een half jaar met heel veel zelfmoordgedachten zat. En dat het eigenlijk op een punt was gekomen dat ik op elk vlak minder tot niet meer functioneerde. Waarna ze mijn medicatie afkwam. Dat was dan ook de tijd dat ik met mijn stage begon. In het tweede jaar. Dat was toen stage in een optiekzaak, waar ik mij heel goed voelde. Het klikte met de mensen op mijn stageplaats. En ik merkte dat ik in de praktijk ook eigenlijk heel goed was. En dan heb ik gemerkt dat het leven eigenlijk ook heel aangenaam kan zijn en niet per se uit vechten bestaat. Dat ik kon opstaan omdat ik zin had om op te staan. Niet gewoon omdat het moest. Helaas is het herstel niet van lange duur. Er treden complicaties op na een operatie aan haar wijsheidstanden, waardoor ze een tijd niet naar school kan en een serieuze achterstand oploopt. Na mijn eerste lesweek raakte ik eigenlijk totaal niet meer op gang. Ik raakte niet meer uit mijn bed. Ik kon niet meer te goed eten. Ik wou ook niet meer eten. En toen ben ik eigenlijk echt gebroken. Het was erger dan ooit tevoren, mijn depressie. Ik zat meer in mijn zelfmoordgedachten dan er iets anders. En het weekend dat volgde was ook heel intens. Omdat mijn mama op een avond, die zaterdagavond, naar mij kwam met de vraag of ze bij mij mocht slapen voor een keer. Maar ik had wel die avond of nacht een zelfmoordpoging gepland. Die ik door haar eigenlijk niet kon uitvoeren omdat zij bij mij sliep. De huisarts beslist om haar te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, omdat ze een gevaar vormt voor zichzelf. Na een kort crisisverblijf in Bonheide komt ze terecht in Kortenberg. Maar door de lange wachtlijsten duurt het een hele tijd vooraleer er een diagnose wordt gesteld. Tijdens mijn verblijf in Kortenberg liepen de frustraties heel hoog op. Het gevoel van hopeloosheid.
Omdat ik al heel lang met die zelfmoordgedachten zat. Omdat ik al jaren op zoek was naar wat scheelt er juist met mij? Wat is er aan de hand? Waarom voel ik mij zo slecht? En welke hulp heb ik nu nodig? Wat kan mij helpen? En ik bleef het zo niet vinden. Of dat gevoel had ik toch. En dan kwam nu in korte merrie ook nog die wachtlijst van de diagnostiek erbij. En dan heb ik uiteindelijk een zelfmoordpoging gedaan. Wat denk ik voor mijn omgeving heel, heel heftig was. Voor heel veel angst heeft gezorgd. Ja. Het feit dat het niet gelukt was, was voor mij moeilijk. Ja. Ik wou niet meer verder. Maar het was zo niet zozeer dat ik absoluut niet wou leven, maar ik wil niet op deze manier verder. Kort daarna krijgt Luca haar diagnose. Een depressie die voortkomt uit een emotieregulatiestoornis, vroeger ook wel borderline genoemd. Kenmerken zijn verlatingsangst, een instabiel zelfbeeld, zelfbeschadiging en heftige emoties. Ze wordt voor een behandeling doorgestuurd naar het psychiatrisch centrum in Duffel, waar ze met specifieke therapieën leert omgaan met haar intense emoties. Ik had wel wat schrik om naar de psychiatrie te moeten. Voor veel mensen is dat nog altijd een beetje het gekkenhuis. En om daar dan zelf naartoe te moeten, dat voelt niet goed. Maar ik heb er wel uit geleerd dat het toch niet meer zoals vroeger is, of zoals in de films vaak wordt weergegeven. Ja, er zitten mensen, gelijk jij en ik, mensen die het even moeilijk hebben of die niet meer goed weten hoe met iets om te gaan. Als ik nu terugkijk op mezelf nu en mezelf een jaar geleden, dan kan ik toch wel zien dat er een groot verschil is. Ik ben veel zelfstandiger geworden. Ik kan veel beter omgaan met bepaalde situaties, met emoties. Ik merk dat ik veel meer dingen aan kan en ik merk ook dat ik veel meer kan accepteren. Na anderhalf jaar in opname neemt Luca de draad weer op. Ze herneemt haar studies en pendelt regelmatig tussen Duffel en Brussel. Het studentenleven wordt vaak als fantastisch voorgesteld, de tijd van hun leven. Terwijl zoveel mensen vechten tegen zichzelf of tegen psychische kwetsbaarheden. Dus het is heel belangrijk dat het taboe toch wat minder en minder fel speelt. Ik weet intussen ook wie mijn echte vrienden zijn. En bij wie ik echt terecht kan en bij wie niet. Dat is heel hard, omdat je merkt dat er, als zo'n lange tijd heel slecht gaat, toch heel veel mensen toch een bepaalde afstand gaan nemen. En de meeste steun ervaar ik toch wel door mijn partner. Ja, ik heb aan Miranda heel veel gehad. Die is mij eigenlijk, die is altijd naast mij blijven staan. Wat er ook gebeurde of hoe ik mij ook voelde, zij was er altijd. En ik kon eigenlijk op elk moment alles tegen haar vertellen. Ook al loopt het niet altijd gemakkelijk. Dat is echt de persoon waarmee ik wil gaan samenwonen, waarmee ik mijn leven wil delen.